We staan hier voor het voormalige Museum van Bommel van Dam in de Julianapark in Venlo. Dit cultuurhistorisch waardevolle gebouw is onlangs verbouwd tot een horecagelegenheid. En wij hebben veel nieuwe gevelopeningen gemaakt om het gebouw weer meer te verbinden met het park en met de stad. We hebben een nieuw gebouwdeel geïntroduceerd, de kas. Deze kas die verbindt de twee voormalige expositiezalen met elkaar. In de ene zaal hebben we de 8 keukens van Food Hall Mout en in de andere zaal wordt bier gebrouwen door brouwerij De Klep. In de kas zelf hebben we een hele grote nieuwe bar gemaakt, een nieuwe centrale ontmoetingsplek. De kas is opgebouwd uit stalen gegalvaniseerde portalen en daaromheen hebben we een aluminium vliesgevel gewikkeld. Deze vliesgevel hebben we van buiten een groene kleur gegeven en van binnen hebben we het aluminium onafgewerkt gelaten. Het idee was om dit gebouw echt veel meer open te maken, zodat het echt een publiek paviljoen in het park wordt. We hebben gekozen voor een bouwer, een gevelbouwer, die ook de constructie kon doen. Wij zijn heel tevreden over het eindresultaat en de kas is echt het pronkstuk geworden van dit hele nieuwe geheel.